bij Closer Look. In deze serie gaan we dieper in op de nieuwe features en technologieën van onze nieuwe devices. Mijn naam is Nicholson en vandaag ga ik het met jullie hebben over de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus. Na de tabs een tijdje gebruikt te hebben, ga ik zo mijn bevindingen met jullie delen. Net als in de first look gaan we de features opdelen in twee pijlers, Work en Play. Laten we beginnen met Work. Met de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus kan je de ultieme werksetting creëren. Zo heeft de nieuwe S-Pen nieuwe functies die perfect in het dagelijks gebruik passen. Met een reactiesnelheid van maar liefst 9 milliseconden voelt dit heel snel aan. En dit komt door een combinatie van 120 Hz refresh rate en nieuwe algoritmes, waardoor de pen steeds meer aanvoelt als echte pen op papier. Het nieuwe algoritme voorspelt als het ware waar je de pen naartoe beweegt voordat je zelf de beweging daadwerkelijk maakt. Ook Samsung Notes heeft natuurlijk een upgrade gekregen. Zo kan je via Samsung Cloud je notities altijd en overal gesynchroniseerd houden over verschillende toestellen. Ook kan je de S-Pen gebruiken als een klikker tijdens een PowerPoint-presentatie. Dit is voor ons geen nieuwe functie, maar is wel handig om te benoemen, want de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus synchroniseert met zowel Microsoft-applicaties als Samsung Notes. Dit is handig voor als je een presentatie hebt buitenshuis of buiten kantoor, waarbij je niet zeker weet welke apparaat je zal gebruiken, dat je met je S-Pen altijd je presentaties kan klikken. En natuurlijk hebben we nog steeds tekstexport op onze tablets. Zo kan jij dus jouw slordige krabbels converteren naar digitale leesbare tekst. En dit kan jij dan uiteindelijk ook aanpassen of importeren naar een Word-document. En nu wel weer een nieuwe functie. Nu kan je je handgeschreven tekst synchroniseren met je audio-recordings. Bij het terugluisteren van bijvoorbeeld een college kan je dus ook je aantekeningen aantikken en zo precies horen wat je docent op dat moment heeft verteld. En ben je de hele dag druk in de weer geweest en wordt het tijd om je S-Pen op te laden? Doe je dat heel gemakkelijk door hem aan de achterkant van je Tab S7 magnetisch te bevestigen. En is die zo weer opgeladen. En wat ook handig te vermelden is dat de S-Pen gewoon blijft werken, ondanks dat die leeg is, en dit komt door de Wacom-technologie. Het enige wat dan niet zou werken zijn de Bluetooth gestures. En wil je hem volledig opladen, is die binnen 10 tot 13 minuten weer volledig opgeladen en klaar voor gebruik. Aantekeningen maken tijdens een online cursus, foto's tot in de kleinste details bewerken, tekeningen maken in Clip Studio Paint. Het kan allemaal en dit komt omdat Samsung een samenwerking is aangegaan met verschillende apps die uitstekend samenwerken met de S-Pen. Zo kan je bijvoorbeeld in Canva binnen een handomdraai digitale ontwerpen maken of binnen Clip Studio Paint uitgebreide schetsen en tekeningen maken. En dan nu de Noteshelf app. Dit is een uitstekende app die perfect samenwerkt met de S-Pen. En hierin kan je tekenen, schrijven, kleuren, markeren, alles wat je moet doen om je notities niet alleen uitgebreid, maar ook je eigen te maken. En dit is de reden waarom ik hem zeer zeker kan aanraden. Natuurlijk zijn er naast de S-Pen ook andere accessoires die de productiviteit en ervaring van je Galaxy Tab S7 kunnen verbeteren. Denk hierbij maar aan de keyboardcover. Hier heb ik bijvoorbeeld de achterkant van de keyboardcover en die kan ik dus magnetisch heel makkelijk eraan bevestigen. Komt er ook nog eens een kleine kickstand uit die hem dus rechtop houdt en in deze modus kan je bijvoorbeeld dus ook een serie of een filmpje bekijken. Haal ik toetsenbord tevoorschijn. Die bevestig je aan de onderkant van je Galaxy Tab S7 door middel van de Pogo-aansluiting. En dat klikt magnetisch. En zo heb je dus een volwaardige laptop. Met de nieuwe keyboardcover van de Galaxy Tab S7 Plus heb je dus ook een extra rij aan de bovenkant gekregen met functietoetsen. Hierdoor lijkt het niet alleen meer op een laptop keyboard, maar functioneert het ook meer als een traditionele keyboard. Waarbij je dus ook gebruik kan maken van shortcuts die navigeren een stuk makkelijker maken. Daarnaast zijn de toetsen dus ook een stuk groter geworden, wat het nog comfortabeler maakt om lange sessies te typen. De touchpad is dus groter geworden en ondersteunt nu ook nieuwe multifinger gestures. Zoals bijvoorbeeld met 3 vingers heel makkelijk switchen tussen 2 fullscreen applicaties. Daarnaast kan je ook heel makkelijk terug naar je vorige applicaties of naar je homescreen gaan. Natuurlijk is DeX nog steeds ingebouwd in onze nieuwe tabs. En zo kan je dus je Android interface veranderen naar een ware desktop experience. Compleet met een taskbar, shortcuts op je homescherm en natuurlijk vensters die je overal kan positioneren waar je maar wilt. Dit maakt multitasking dus superkrachtig op je tab. Met de nieuwe Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus werk je extra snel en efficiënt door middel van DeX. Binnen DeX kan je meerdere vensters tegelijkertijd openhouden, waarbij je in het ene venster dus je aantekeningen aan het maken bent, in een andere venster een YouTube filmpje aan het bekijken bent en in een ander venster weer nog steeds aan het chatten bent met je collega's. Dit noemen wij true multitasking. En qua capaciteit kom je natuurlijk ook helemaal niks tekort. Zo heb je een variant met 6 GB aan RAM-geheugen en 128 GB aan opslaggeheugen. En heb je ook een variant met 8 GB RAM-geheugen en 256 GB aan opslaggeheugen. Nou, qua batterijencapaciteit ga je ook niks tekort komen, waarbij je dus bij de Tab S7 Plus maar liefst 10.090 mAh aan batterijcapaciteit hebt. We hebben het uitgebreid over work gehad, maar natuurlijk zijn de tabs ook geoptimaliseerd voor power to play. Onze nieuwe tabs hebben grotere high-quality displays, waarbij de Galaxy Tab S7 een display heeft van 11 inch en de Galaxy Tab S7 Plus een display heeft van 12,4 inch. Daarnaast heeft de Galaxy Tab S7 Plus ook nog eens onze welbekende Super AMOLED display. Beide tabs beschikken over 120 Hz schermen. En dit houdt in dat de tablets hun schermen 120 keer per seconde kunnen verversen. En dit is 2 keer meer dan eerst. En dit maakt dus scrollen, app-animaties en zeker gaming een stuk vloeiender. Alleen een geweldig scherm is natuurlijk niet genoeg. Geweldig geluid is een must. En daar komen de 4 speakers, getuned door AKG, met Dolby Atmos aan te pas. De 4 speakers zijn niet alleen getuned door AKG om luider te klinken, maar ook om kristalhelder geluid te geven. Daarnaast is de toevoeging van Dolby Atmos om betere geluidsseparatie te geven, waardoor jij je voelt alsof je in je favoriete game of serie zit. Het maakt trouwens ook niet uit in welke oriëntatie je je tab houdt, of het nou landscape of portrait is, het geluid draait gewoon mee naar de juiste speakers. Ben je je favoriete show aan het bingen en komt er net toch een mail binnen? Geen probleem, switch gewoon over naar Multiview en zo hoef jij niks te missen van je favoriete serie. Ook een superhandige functie is Call Message Continuity. Ben je met je Samsung-account zowel ingelogd op je tab als op je Galaxy smartphone, dan kan je met je tab dus ook telefoneren en sms'en en hoef je deze dus niet per se in de buurt te houden. Overigens heeft Samsung ook een samenwerking met YouTube Premium. Dit betekent dat jij kan profiteren van 4 maanden lang gratis YouTube Premium ter waarde van €48. Dit betekent dat jij ongestoord kan genieten van YouTube en YouTube Music zonder advertenties, offline en ook nog eens op de achtergrond. Ook een hele leuke feature is dat Samsung een samenwerking is aangegaan met Microsoft, waardoor jij via Xbox Game Pass Ultimate toegang hebt tot meer dan 100 Xbox-spellen op jouw tablet. En met 5G, die wordt ondersteund door de Galaxy Tab S7 Plus, zal jij dus een vloeiende gameervaring hebben en zeker als je hem ook nog eens verbindt met een draadloze Xbox-controller. Ben je van plan lang gebruik te maken van de tabs, dan is het goed om te weten dat je ogen worden beschermd door Certified Eye Care op de Galaxy Tab S7 Plus en Blue Light Filter op de Galaxy Tab S7. Dit houdt in dat de schermen minder blauw licht stralen, wat natuurlijk veel beter is voor je ogen. De combinatie van de Snapdragon 865 processor en een 120 Hz refresh rate zorgt voor een dynamische, lag-free gaming experience. En ook op een grote display zal deze chipset je niet falen. Met al deze power zou je denken dat de Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus snel leeg gaan. Maar niets is minder waar, ik heb ze een tijdje getest en ze gaan langer dan 15 uur mee. En zelfs al is die leeg, is de tab binnen no time volledig opgeladen met de inbegrepen charger. En is dat nog steeds niet snel genoeg voor je, kan je ook gaan voor de optionele 45 watt charger, waarbij die binnen 90 minuten volledig is opgeladen. Deze nieuwe tabs zijn de ultieme power devices voor iedereen die het maximale uit het leven wil halen en hun productiviteit willen verhogen. Bekijk ook onze andere video's voor andere nieuwe features en abonneer je op ons kanaal om up-to-date te blijven voor nieuwe productlanceringen en natuurlijk nieuwe content rondom specifieke Samsung producten.